Dag mensen, een hele goede morgen en welkom bij Koerskijken met John. Ik ben de Bitcoin Consultant en dit filmpje is educatieve aard en geen financieel advies. En we gaan kijken naar de koersgrafieken, een paar nieuwtjes en vergeet de video niet te liken als je de content kunt waarderen en abonneer op het kanaal als je dat nog niet hebt gedaan om op de hoogte te blijven van de nieuwste updates. Dan, een nieuwtje eerst. Speculanten, traders verliezen 1,4 miljard aan dollars met Bitcoin futures door de prijsstijging. En dat zagen we natuurlijk ook weer terug. Er zijn een aantal mensen of een groot aantal mensen die wedden dat de koers omlaag zou gaan. Die werden geliquideerd, hun positie werd gesloten en daardoor verloren ze het geld. En ik wil die mensen ook namens de Premium Discord groep bedanken voor hun short, want dat zorgt voor een enorme stijging naar de 23.800 waar wij zeker wat winst hebben genomen. En wat we ook zien is dat de grootste gok, die kwam van een persoon, of ja, één partij, wat het ook is, bij een liquidatie op BitMEX. En die verloor daarbij 10 miljoen dollar. Gigantisch natuurlijk. Maar ik kan me ook goed voorstellen dat als je met zoveel geld aan het spelen bent, dat dit misschien niet zo heel veel pijn doet bij je. Maar toch, het is een flinke, ja, hoe noem je dat? Een flinke trade die de verkeerde kant op ging. Goed, het aantal Bitcoin-adressen met 1 miljoen stijgt. Dat betekent dus dat er steeds meer Bitcoin-miljonairs zijn. Het is parabolisch gegaan ook met 150%. En even kijken, hier zien we dat in de grafiek ook terug. Dat sinds de koers eigenlijk richting die 20.000 dollar is gegaan, 23.000 dollar, zijn ook het aantal adressen die meer dan een miljoen waarde hebben flink gestegen. Dus gefeliciteerd aan de Bitcoin miljonairs en het zullen de komende jaren zullen het er nog veel meer worden. En op dit moment moet je dus ongeveer 50 bitcoins hebben om miljonair te zijn. Bitcoin miljonair in dat geval. Wat ook heel tof is om te zien, en Coinbase heeft er ongetwijfeld op zitten wachten totdat er een nieuwe all-time high zou komen. Er waren eerder volgens mij ook al wel geruchten over, maar Coinbase gaat ook een IPO doen, een initial public offering. Dus zij gaan de markten op, zodat iedereen een stukje in het bedrijf kan kopen. Super tof om te zien. En we zien gewoon dat crypto, Bitcoin, het krijgt gewoon steeds meer legitimiteit in de wereld. Nou, en dat zien we natuurlijk ook al in de afgelopen weken en maanden met de grote instituten die Bitcoins blijven kopen. Alleen maar goed voor de adoptie van Bitcoin en cryptocurrencies. Dus mooi om te zien in ieder geval. Dan nog even uitzoomen op de grafiek. En wat ik zei was dat we die 26.000 misschien niet in één rechte lijn gaan bereiken. Misschien moet ik wat meer bullish zijn erop. En is dat ook gewoon een mogelijkheid dat we doorgaan naar die 2,618. De volgende target ligt voor mij in ieder geval op de 3,618 rond de 35.000 dollar. En dat, ja, wanneer dat exact gaat gebeuren, dat is een andere vraag. Ook hier op de maandelijkse moeten we een trend krijgen. Het gaat niet alleen maar zo. Het zal ook een higher low moeten maken en vervolgens daarna door kunnen gaan. Dus dat voor Bitcoin op de maandelijkse. Wil je ook leren traden? Weet hoe je dit soort dingen kunt bedenken? Doe dan in ieder geval een kennismakingscursus om te weten wat traden is. Je vindt de link onder in de video en het kost je helemaal niks. En als je meer wilt leren over traden, risico beperken, winsten maximaliseren, verliezen beperken, doe dan ook de volledige handelscursus. Dan weet je in ieder geval wat er gaande is op die grafieken. En daarnaast kun je ook mij beter volgen in mijn analyses. En je komt in de Premium Discord groep terecht, waar meerdere updates over de dag heen komen. En niet alleen over Bitcoin, maar ook over andere cryptocurrencies. En je kunt er ook al je crypto vragen kwijt. Dan Bitcoin op de dagelijkse. Nou, dat ging me een partijtje hard gisterochtend nog. We hebben eigenlijk vrij snel die koersdoel bereikt van 23.800. 23.777 hebben we bereikt. Net een paar dollar eronder. En we hebben er ook zeker wat winst genomen. En je zet je prijsdoelen of je targets eigenlijk nooit op ronde getallen. Altijd net iets te ronden. Net iets onder je targets. Omdat andere mensen die targets ook in hun hoofd hebben. En er ook net iets onder gaan zitten. Dus dat was mooi. Een van de gasten in de Premium Discord groep die zei, ja, ik werd wakker en mijn order die was geraakt op 23.795, zei die geloof ik. 23.795, zoiets. 704, ik weet het niet. Net onder de target in ieder geval. Dus dat is super mooi om te zien. En dat is nog eens lekker wakker worden. Maar goed, wat zien we op de dagelijkse? We zien hier een enorme stijging in ieder geval. We zijn tegen weerstand aangelopen. En op dit moment kunnen we ook zeggen dat dit een ascending broadening wedge is. En dat is een bearish patroon. Maar die hoeft natuurlijk niet bearish uit te breken. We zagen hier ook in het verleden een gele ascending broadening wedge. Die is naar boven uitgebroken, heeft hem eigenlijk support gemaakt en is daarna vrolijk doorgegaan. Dus dat zou ook hier kunnen gaan gebeuren. Maar in eerste instantie moeten we deze lijn misschien ook verder trekken.
En kijken wat het dus met deze trendlijn gaat doen. Ik bedoel, gaat het er bovenuit breken in één keer? Of gaan we langzaam, of tenminste langzaam in een daily uptrend door naar de volgende targets op 25.000, 26.500 en misschien wel de 27.600. Dat is nog even afwachten. Op dit moment gaan we op de lage timeframes kijken voor meer informatie. En wat we ook dus nog eens zien is potentieel bearish divergentie. Maar het is nog iets te vroeg om dat ook zo te noemen. Want we kunnen deze dagelijkse candlestick nog wel hoger brengen. Dus dat moet nog bevestigd worden. Want we zien wel dat de RSI dus lagere toppen maakt. En nogmaals, ook bearish divergentie in een bull market is wat dat betreft minder betrouwbaar. Maar het is goed om het te weten en dat in je achterhoofd te houden. Niet alleen dat, we zijn ook enorm hard gestegen natuurlijk. De afgelopen dagen zijn alleen nog maar omhoog gegaan. En we hebben nog geen higher low gemaakt. Dus die moet ook op een gegeven moment worden gemaakt eigenlijk. Dus dat voor Bitcoin op de dagelijkse. En voordat we doorgaan naar wat we dan kunnen verwachten, wat hebben we gisteren gezien? We zagen gisteren hier eigenlijk een redelijke dump, net onder die 23.800. De 23.777 op de 15 minuten timeframe werden we afgewezen en daarna kregen we eigenlijk een daling. Dus ook hier net daaronder hebben we wat winst genomen, of 80% van de trade gesloten en de rest laten we doorlopen. En die is toen uiteindelijk ook met de stoploss eruit gestopt. Want als we die braken, hadden we ook verder door naar beneden kunnen gaan. Die zat volgens mij op de 22.600 ongeveer. Nou, uiteindelijk zijn we wel zijwaarts blijven bewegen. Maar winst is winst, zeg ik altijd. En daar moet je gewoon blij mee zijn. Daarna kregen we een potentiële opwaartse driehoek. Die is naar boven uitgebroken. Je had hem ook kunnen zien als een evenwichtpatroon. Die is net wat schuiner. Beide targets zijn wat dat betreft in ieder geval gehaald. Dus dat is goed om te zien. En we zagen ook later op de dag een wat grotere opwaartse driehoek. Die heeft het niet gered. En we zaten ook tegen de weerstand aan hier. Dus hij is weer net onder die weerstand van de 23.777 gekomen. Is afgewezen. En uiteindelijk is dit dus ook een fake-out geweest. En is hij doorgegaan naar beneden. En nu zijn we eigenlijk gewoon wat meer zijwaarts aan het bewegen. En dat is het makkelijkst om dat onder te brengen in een range. Wat betekent dat we dus hier vooral zijwaarts aan het bewegen zijn. Scalp trading kan hier prima. We zitten nu in het midden van de range. Hier zou ik zelf nooit een trade nemen. Ja, als we hier komen zou ik misschien een trade nemen naar de bovenkant. En andersom van de bovenkant naar de onderkant misschien. Totdat deze range een keertje gaat breken. En als we even uitzoomen naar de 1 uur grafiek. Dan zien we die ranges ook. We zien op de lagere timeframes dat de bulls het wat moeilijker krijgen. De 12 IMA is al support verloren. De 26 IMA, deze rode lijn, heeft nog wel support. Ja, de bulls hebben nog wel de controle, maar ze zijn aan het consolideren. En dat zie je ook terug in het volume. Dat is flink aan het afnemen. En dat betekent dat we aan het wachten zijn op de volgende beweging. Dus dit voor de 1 uur. En eigenlijk het weekend in is wat lastiger te voorspellen qua volatiliteit. Er waren een aantal weekenden achter elkaar waarbij we zagen dat het gewoon super stil was. Daarna kregen we een weekend dat het volatiel was. Daarna wisselden ze dat zich eigenlijk af. Dus daar is wat moeilijker over te zeggen wat er nu dan gaat gebeuren dit weekend. Maar wat ik wel kan zeggen is dat als we die 23.770 breken, dat support maken, dan kunnen we doorgaan naar de volgende targets. In ieder geval de $25.000 en misschien wel de $26.500. Maar dat is nog even afwachten hoe sterk die FOMO is op dit moment. En natuurlijk ook zullen de $24.000 psychologisch rond misschien ook even aanraken. Dat is ook een potentiële kleinere weerstand voor de koers als die omhoog uitbreekt. Naar beneden zitten we dus in de range op 22.243. Even kijken, wat is dat ook weer exact? 22.260 laten we zeggen. Als we daar naar beneden uitbreken en dat ook weerstand maken, dan verwacht ik ook dat we door kunnen gaan richting de volgende Fibonacci zones. Hier op de 0,382, 0,5 en de 0,618. We zijn natuurlijk met een rotgang omhoog gegaan. En alles wat met een rotgang omhoog gaat, moet in ieder geval consolideren. En misschien ook bearish uitbreken. Wat we ook zien is, de 12 hiermee, die loopt lekker snel mee. Die ligt inmiddels ook op die 0,382 Fibonacci. Wat we ook zeker kunnen gaan zien is meer consolidatie het weekend in. Waarbij die 12 IMA ook hier afbuigt. Wel support blijft. En zolang we boven die 12 IMA blijven, ben ik bullish. En kunnen we ook verwachten dat we die range op 23.777 gaan breken. En dan doorgaan naar boven.
Die getallen die gaan trouwens steeds vervelender worden. 23.777. Straks gaan we het hebben over 50.233. Nou ja, het wordt steeds een mond voller. Maar goed, mij hoor je niet klagen verder. Behalve nu natuurlijk een beetje. Maar dat is in ieder geval waar ik naar kijk voor het komende weekend. En we moeten dus nog wel een 4 uur uptrend maken. Op dit moment is het wel een high low. Dus als ik dit eventjes weghaal. Dus we hebben hier een low eigenlijk. We hebben hier een high. Dit is wel een high low op dit moment. En in dit geval zouden we ook een low high kunnen krijgen hier. Waardoor we eigenlijk dus inderdaad wat meer een evenwichtpatroon zouden kunnen krijgen. Ook binnen die range. En ook daarbij die 12 EMA support houden. Om vervolgens daarna door te breken naar boven of naar beneden. Dus het is nog even afwachten. Op dit moment ja, is de trend omhoog. Is de 12 EMA support. Maar we zijn gewoon met een enorme gang omhoog gegaan. Dus een correctie is niet heel gek hier natuurlijk. Goed. Je kunt je in ieder geval voorbereiden met de informatie die ik heb gegeven. Wat ik ook nog mee wil geven is de Bitcoin dominantie. Die is ook weer naar boven uitgebroken uit het kanaal. Uit deze descending broadening wedge. Wat dan weer een bullish patroon is. Heeft nog niet zijn laatste high kunnen verbreken. Maar wat we hier zien is dat als we dit support maken. Dat de focus op Bitcoin zal blijven. En dat betekent dat als die er nog niet is. Maar meer informatie daarover vind je ook op mijn kanaal in de laatste video's. En ik zou zeggen, happy trading, een heel fijn weekend en tot volgende week weer.